Hi, welkom bij mijn mukbang. Wie ooit het idee heeft bedacht om gewoon te eten voor de camera en dat gewoon heel veel mensen dat leuk vinden om te zien. Ja, echt top. Ik vind het geen straf. Ik heb sushi besteld bij Sushi Wereld. Ik heb hier nog nooit eerder besteld. Ik woon in Den Haag en in Den Haag heb je best wel veel sushi tentjes waar je kan bestellen. Of in ieder geval in de buurt waar ik zit. Och, ziet er echt heel lekker uit. En ik dacht, laat ik een keer gek doen. Laat ik gewoon een keer ergens bestellen waar ik normaal niet bij bestel. Ik bestel meestal bij Sushi Point. We gaan dit eens proberen. Yo, echt helemaal out of comfort zone. Ik heb een California roll, zalm, komkommer, gefrituurde garnaal, tonijn en zalm. En daarbij heb ik lumpiaatjes. Mijn guilty pleasure. I love lumpia's. Nom 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 nom. Zien er allemaal goed uit. We gaan eens even wat sojasaus in een bakje gooien. Ik heb ook echt een Daily Paper shirt aan. Dat is behoorlijk riskant. Ik knoei namelijk echt vrijwel altijd met sojasaus. Maar goed, ik heb geen zin om een ander aan te trekken. Mijn telefoon is vandaag mijn microfoon. Dus niet schrikken als je af en toe me heel dichtbij hoort. Ik had dus al het idee om een mukbang op te nemen. Maar ik had zoiets van, ja, waar de fuck ga ik het nu allemaal weer over hebben? Dus ik had op mijn Instagram stories gevraagd van, yo, als er bepaalde onderwerpen zijn die jullie graag willen zien. Waar jullie het graag over willen hebben met mij. Niet dat je echt mee kan praten, maar je snapt wat ik bedoel. Let me know. Nou, ik heb behoorlijk wat dingen binnengekregen. Ik heb er gewoon een lijstje van gemaakt. Ik dacht, ik ga gewoon wat onderwerpen pakken. Zodat ik echt een beetje het echt ergens over kan hebben. Dus dat gaan we doen vandaag. Oké, laat ik maar eerst even een taste test doen. Ik begin met de zalm. Och, die vind ik altijd het lekkerst. Zo, echt heel lekker. Soms dan heb je echt van die sushi die heel droog is, weet je wel, dat het gewoon te lang heeft gestaan. Dat heb ik al vrij snel vaak als ik ergens bestel, dat je denkt, hoe oud is dit? Maar nee, dit is echt super vers. Er zijn een paar onderwerpen die echt heel vaak zijn genoemd. De eerste was anticonceptie en het stoppen ervan. Ik had sowieso echt heel veel girl talk dingen. Heel veel mensen zeiden ook gewoon van, heb alsjeblieft gewoon even girl talk. Dus ik dacht, nou prima, gooi ik daar wat onderwerpen van in. Ik had namelijk vorig jaar een video gemaakt over dat ik was gestopt met de pil. En ik kreeg vanuit daar nu best wel wat vragen. Hoe het daar nu voor staat, of ik nog steeds gestopt ben. En ja, of ik nog steeds tevreden ben met mijn keuze. Of ik eventueel ben overgestapt op iets anders. Oeh, ik hou er dus niet van om met volle mond te praten. Maar dat mag dus blijkbaar wel in dit soort video's. Maar het voelt gewoon een beetje stom. Ik ben nog steeds gestopt met de pil. En ik zit ook niet aan iets anders. Ik ben dan nu, hoe lang ben ik nu gestopt? Even kijken. Ik ben in januari 2019 gestopt. Dus nu een jaar en 4 maanden. Je moet maar even die video bekijken als je echt helemaal full on detail wil over waarom ik was gestopt. En wat de pil voor mijn lichaam deed. Maar ja, ik ben dus nu al langer dan een jaar gestopt. En ik merk echt sinds ik eigenlijk helemaal aan niks meer zit, dat het ook steeds meer een grotere stap wordt voor mezelf, merk ik, om weer aan anticonceptie te gaan. Door het stoppen van de pil kwam ik er eigenlijk echt achter dat ik super slecht tegen hormonen kan. Of in ieder geval niet super slecht, maar ik ga er gewoon echt niet goed op. En het deed echt dingen met mijn lichaam, ook met mijn periode bijvoorbeeld, dus met mijn ongesteldheid, maar ook met mijn moedswings en alles. Ja, dat was allemaal veel drastischer dan ik eigenlijk in eerste instantie door had. Omdat ik 6 jaar aan de pil heb gezeten. Het begon toen ik 15 was. Dus ik kende mezelf ook niet echt anders dan dat ik aan de pil zat. En toen ik ervan afging, dacht ik echt, wow, er is gewoon zo'n verschil in mijn gedrag, hoe ik me voel. Ik heb gewoon geen buikpijn meer, of bijna geen buikpijn meer als ik ongesteld ben. En die had ik heel heftig en heel even toen ik wel aan de pil zat. En ik voel me gewoon heel lekker zonder. En je merkt best wel vaak dat mensen op een gegeven moment vragen van, oh, zit je niet meer aan de pil? Aan wat ga je dan? Of weet je wel, heb je al nagedacht over een andere optie? Terwijl ik dacht van, maar moet dat dan? Of zo, moet ik aan iets anders? Ik denk wat ook wel heel erg speelt, is dat ik op dit moment niet in een relatie zit. Ik zei dan ook altijd tegen mezelf, en als ik weer in een relatie kom, dan ga ik sowieso weer iets aan anticonceptie. Maar hoe langer ik erover nadenk, hoe meer ik zoiets heb van, maar ik wil dat eigenlijk helemaal niet. Heel veel verschillende opties die je hebt voor anticonceptie spreekt mij gewoon best wel tegen. Dus ik heb gewoon nog niet echt het middel gevonden van ik denk, oh, dit past echt bij mij, of dit zou ik echt willen. Want eigenlijk wil ik het allemaal niet. Het liefst ben ik gewoon zoveel mogelijk hormoonvrij daarin. En wat ik soort van ook wel heel erg om me heen zie, is dat steeds meer meiden om mij heen stoppen met anticonceptie. Ook als ze in een relatie zitten. Omdat ze gewoon merken dat het mentaal gewoon te veel met hun doet. En dat ze ook niet voor een andere optie gaan. Dat ze zoiets hebben van, joh, ik heb een vriend, weet je wel. Er zijn ook nog gewoon condooms. Ook dat er steeds meer onderzoek wordt gedaan naar wat de pil met je brein doet. En ja, daar was eigenlijk altijd zo weinig
soort van bekend over. Ik vond het in ieder geval echt een hele fijne beslissing. Ik ga sowieso nooit meer aan de pil. Daar ben ik wel gewoon echt over uit. Ik denk dat ik uiteindelijk, mocht ik echt weer in een relatie komen, ik misschien wel ook voor mijn eigen veiligheid wel aan anticonceptie ga. Maar goed, dat is een soort van een zorg voor later of zo. En ik ben daar nu nog niet echt heel erg mee bezig. Ik kreeg ook heel erg veel de vraag of ik het wilde hebben over liefdesverdriet en je leven oppakken na een break-up. Ja, het viel me op dat heel veel mensen daar nu blijkbaar behoefte aan hebben. Ach, liefdesverdriet, dat is echt zo kut. Ik heb het helaas nu al een paar keer mogen meemaken en elke keer als je erheen gaat, denk je, oh, please never again. Ik ben in januari 2019 uit elkaar gegaan met mijn ex-vriend. We waren 2 jaar samen. En dat was echt, ja, gewoon super zwaar. Ik ben er ook echt heel erg ziek van geweest. Ik was wel degene die ervoor koos om het te stoppen. Maar dat maakt het soort van niet minder pijnlijk of zo. Ik heb altijd heel erg het idee dat mensen denken van, als jij het uitmaakt dat je er dan geen last van hebt of veel minder of dat ja, je er sneller overheen bent. Maar ik heb dat echt niet zo ervaren. Ik heb er echt heel erg last van gehad. Ook een soort van teleurstelling dat het toch niet helemaal werkte. Of gewoon teleurstelling ook in jezelf. Ja, bijvoorbeeld als je gewoon bepaalde dingen niet meer voelt, daar kan je gewoon helemaal niks aan doen. En dat vond ik ook gewoon heel lastig om te accepteren. En ja, het was gewoon echt best wel een lastige periode. En ik merk wel dat als je eruit komt, dat je er wel weer heel goed uitkomt. En je leert zo mega veel van jezelf als je in een break-up zit. Dat is echt bizar. Je leert jezelf zo goed kennen. Het liefst soort van maak je het natuurlijk nooit mee en gun je het helemaal niemand. Maar aan de andere kant probeer ik ook altijd wel positief naar te kijken. Van ik ben ook soort van weer dankbaar dat ik het heb meegemaakt. En hoogstwaarschijnlijk echt nog wel vaker ga meemaken in mijn leven. Want dat hoort helaas ook gewoon echt bij het leven. Ik denk ook als je het dan vaker gaat meemaken, dat je jezelf ook beter kan opvangen en er beter mee kan dealen en gewoon weet hoe je daarin bent. Dus het is ook eigenlijk gewoon een stukje rouwen wat je doet. Ik kan echt niet praten en eten tegelijk trouwens. Sorry, ik ben sowieso ook echt een hele slome eter. Ik heb ook altijd dan, als ik met mijn ouders aan het eten ben of zo, ben ik altijd als laatste klaar. Omdat ik altijd superveel lul en dan gewoon niet eet. Je leven oppakken na een break-up. Hoe heb ik dat gedaan? Nou, wat voor mij, wacht even hoor. Voor mij waren er een paar dingen die heel erg meehielpen. Ten eerste is dat ik niet met mijn vriend samenwoonde. Ik denk als dat het geval is, dat zo'n break-up dan nog veel heftiger is. Ja, omdat je natuurlijk ook nog heel veel dingen erbij moet regelen. Nou, dat hadden wij dan gelukkig niet. En wat voor mij ook het verschil maakte, is dat het ging uit aan het begin van het jaar. En in mei ging ik op mezelf ging verhuizen. Ik merkte gewoon door dat proces dat je in een hele nieuwe omgeving bent en ja, echt een nieuwe stap maakt in je leven, dat me soort van ook al heel erg heeft geholpen om er overheen te komen. Ja, omdat je gewoon in een nieuwe omgeving bent en je gaat gewoon echt een nieuwe fase in van je leven. En sowieso als het uitgaat in een relatie, dan sluit je echt een soort hoofdstuk af. En ga je een nieuw hoofdstuk in. En nu dus ook nog eens dat uit huis gaan erbij kwam, was het voor mij echt gewoon een heel nieuw boek, pretty much, wat ik opensloeg. Dus dat hielp voor mij heel erg. Ik ben zelf iemand, als ik in een break-up zit, dat ik de maanden daarna, of zo heb ik het in ieder geval bij mijn vorige heel erg ervaren, heel graag alleen wil zijn. Iedereen is daar denk ik anders in. Ik denk dat sommige mensen ook heel snel weer bijvoorbeeld willen gaan daten of andere mensen willen zien ter afleiding. Of misschien ook echt oprecht omdat je daar behoefte aan hebt. Ik heb daar totaal geen oordeel over. Als dat voor jou helpt, dan moet je dat echt vooral doen. Ik ben zelf wel echt het tegenovergestelde daarvan. Ik ben wel iemand die dan zoveel mogelijk alleen wil zijn. En ik wilde gewoon heel erg weer mezelf gelukkig kunnen maken en er echt doorheen komen. Ik wilde er ook echt volledig overheen zijn voordat ik weer iets nieuws instapte. Een soort van dat idee had ik ook wel heel erg. Omdat ik dat ook gewoon ver vind voor de ander. Mocht soort van iemand in je leven komen op dat moment. Voor mij hielp het ook heel erg om met mijn vriendinnen te zijn. Ik ging veel met ze uit en gewoon lekker dansen en gewoon afleiding. Maar soms ook gewoon even lekker een potje janken. Wijntje erbij. Accepteer ook dat je mega moedswings hebt. Mijn moedswings waren echt intens. Ik kan dan echt van gewoon super gelukkig gaan naar oh, en ik ben weer soort van vrij en single en ik wil lekker doen wat ik wil. En dan echt 5 minuten later lig ik echt jankend in bed. Vind ik mezelf heel zielig en vind ik mijn leven echt super kut. Dus ja, dat hoort er ook echt bij. Ik denk dat iedereen het ook weer anders ervaart. Maar ik had daar echt heel erg last van. Dat ik bijvoorbeeld met mijn ouders gewoon aan het eten was. En gewoon aan het kletsen. En dan echt opeens moest ik super hard huilen. Out of nowhere. Dan was het echt een soort van vlaag die over me heen kwam. En dat liet het dan ook maar gewoon gebeuren. Want ik was zoiets van, ja weet je, als het eruit moet, dan moet het eruit.
En welke gedachte voor mij heel erg hielp, en misschien helpt dat voor jou nu op dit moment wel als je door een break-up gaat, is dat tijd hield. En dat klinkt echt super cliché, maar het is echt zo. Ik had elke keer in mijn hoofd van, oké, morgen gaat het weer een stukje beter. En de dag daarna gaat het weer een stukje beter. Het hielp voor mij heel erg om dat tegen mezelf te zeggen. Van, oké, vandaag is het even een kutdag, maar het gaat beter dan gisteren en morgen gaat het soort van nog beter dan nu. Ja, dat je eigenlijk gewoon elke dag letterlijk soort van kleine stapjes maakt in je hoofd. Dat hielp voor mij gewoon heel erg. Dan had ik nog wel een interessant onderwerp die iemand voorstelde. Wat ging over promoties en advertenties van influencers. En dan voornamelijk op Instagram. Wat is nou eigenlijk waar? Wat kan ik nou eigenlijk geloven? Zie jij hier een grens in? Ja, eigenlijk een beetje dat. Ja, ik vind het altijd best wel een lastig onderwerp. Want ik heb het idee dat elke influencer hier heel anders in staat. Ik zelf ben iemand die wel promoties doet. Maar echt alleen met merken die echt bij mij passen. En bij mijn volgers passen. En waar ik volledig achter sta. Ja, gewoon echt merken van ik denk van jij past bij mij. En ik zou jou ook echt zeker kopen als ik een soort van gewoon een consument was. En niet een influencer die ik promote. Ik haat trouwens het woord influencer. Ik noem mezelf liever ook echt niet zo. Ik noem mezelf altijd liever een content creator, maar hè, omdat de meeste mensen het gewoon nu zo noemen, doe ik dat ook maar even. Wat het ding is, als ik iets zou promoten wat bijvoorbeeld echt poepkwaliteit is of wat het eigenlijk een soort scam is. Wat ik zelf hier een mooi voorbeeld van vind, is dat Fit Tea en dat soort merken, dat je dus kan afvallen als je een bepaald soort thee drinkt en zo. Ja, ik heb daar best wel een mening over. Ik sta er gewoon echt niet achter, omdat je denk ik sowieso gewoon een heel verkeerd beeld geeft naar je following toe. En ook dat je door thee afvalt. Ja, ik weet dat je er waarschijnlijk heel erg hard van aan de race gaat. Stel, ik zou dus zo'n Fit Tea dan, of weet ik veel hoe zo'n merk heet, promoten. Omdat hè, ze betalen gewoon dik en joe, kom maar binnen. Nou, ik promote dat en jij denkt, oké, weet je, als Lynette dit echt goed vindt en ze zegt dat het werkt, dan wil ik het ook wel kopen, want zo werkt het natuurlijk meestal. Nou, dan koop jij het, gebruik jij het en je merkt dat het helemaal niet werkt. Of je merkt dat je er ontzettende buikklachten van krijgt. Nou, gewoon echt, gewoon shit. Degene die dat dus zo ervaart, komt dan waarschijnlijk uiteindelijk naar mij toe. Van, yo, jij bent degene die dit heeft gepromoot. Door jou heb ik het gekocht. En ik ben hier gewoon echt niet tevreden mee. Dus ik ben dan een soort van de aansprakelijke daarvoor. Wat ik ook soort van vind, want ik heb het gepromoot, weet je wel, naar jou. En dat wil ik gewoon echt voorkomen. Het lijkt me gewoon heel naar als jij een bepaald merk promoot, waar uiteindelijk mensen gewoon hele slechte ervaringen mee hebben, omdat je gewoon, ja, omdat ik niet goed mijn research heb gedaan. En jij uiteindelijk met de gebakken peren zit. Dus daardoor ja, ben ik zelf echt wel iemand die daar altijd goed, ja, mijn research naar doet. Ja, ik vind het gewoon heel lastig om dan ook over andere influencers te zeggen wanneer bijvoorbeeld een promotie geloofwaardig is of niet. Want elke influencer werkt anders. En ik denk dat de meesten wel zo'n mindset hebben die ik ook heb. Van, yo, ik promote alleen merken waar ik helemaal achter sta. Natuurlijk zijn er ook altijd een paar bij die gewoon alles aannemen en voornamelijk het geld zien. Ik merk zelf wel, want ik volg ook heel veel andere influencers waar ik best wel tegenop kijk. En ik merk zelf dat als een influencer heel veel promoot, bijvoorbeeld op een Instagram, gewoon continu gesponsorde posts en samenwerkingen en weet ik het, dan merk ik wel dat de geloofwaardigheid wel verliest. Of hoe zeg je dat? Dat ik het niet meer zo heel snel aanneem. Dus ja, is een beetje een lastig onderwerp. Je kan je denk ik ook heel lang over debatteren. Ja, is denk ik ook gewoon echt heel erg het gevoel wat jij hebt bij de influencer en in hoeverre je ook iemands mening ja, hoe snel je die aanneemt. Ik heb het bij de een sneller dan bij de ander. Dan kreeg ik ook een paar keer de vraag of ik geloof in sterrenbeelden. Of ik daar wat meer over wil vertellen. Nou, ik geloof wel in sterrenbeelden, maar tot op zekere hoogte. Ik geloof niet in die horoscopen waarin ze vertellen hoe je erachteruit gaat zien. Maar ik geloof wel in dat je bepaalde eigenschappen hebt die ja, echt wel passen bij jouw sterrenbeeld. En wat dus linkt aan wanneer jij bent geboren. Ik ben zelf een stier. Ik ben 18 mei jarig. En mijn ascendant is ook een stier. Dat is wel grappig. Een ascendant heeft ermee te maken met hoe laat je bent geboren. Als ik het goed zeg. Ik heb er niet heel veel verstand van hoor. Ik weet dat het echt heel ver gaat. Mijn zus die verdiept zich daar heel graag in. Ook dat je allerlei verschillende huizen hebt en planeten en waar je dan bij hoort. Nou, zover lees ik me er niet over in. Maar ik, ja, ik geloof er wel in. En dit is wel grappig, want mijn vriendinnen die geloven er ook in. Vooral één vriendinnetje, zij is er altijd heel erg mee bezig. En ook altijd als we bijvoorbeeld gaan daten of jij er iemand ontmoet,
is altijd de vraag, wat is de sterrenbeeld? Ik weet gewoon dat ik met bepaalde sterrenbeelden beter ga dan met anderen. Natuurlijk vind ik het altijd wel lastig, want ik heb dan wel eens bepaalde mensen ontmoet en die waren dan een ram. En daar ging ik dan niet zo lekker mee. Betekent natuurlijk niet dat ik daardoor alle rammen meteen niet chill vind. Maar ik kan wel vaak herkennen met welke sterrenbeelden ik beter ga dan met anderen. Ik ga bijvoorbeeld heel goed met een kreeft. Mijn moeder is een kreeft. Nou, een van mijn beste vriendinnetjes is een kreeft. Op de basisschool had ik een vriendinnetje, die was ook een kreeft. Ik merk dat ik gewoon heel goed ga met kreeften. Ik ga ook heel goed met weegschalen. Een paar beste vriendinnetjes van mij zijn weegschalen. Ja, ik vind het altijd wel lastig van wat is er nou echt van waar. Omdat je natuurlijk ook niet heel veel bewijs ervoor hebt of zo. Maar ik vind het wel gewoon een hele mooie gedachtegang. Ja, ik snap ook heel goed dat heel veel mensen het echt bullshit vinden. Maar ik vind het wel gewoon iets heel grappigs om in te geloven. Sorry, ik heb niet zo heel veel gegeten. Ik heb vooral heel veel geluld. Me always, als ik aan het eten ben. Laat ik nog even dit stukje nemen. Voor het idee. Oké, nu zit ik dan ook wel echt vol. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te zien. En dat jullie het onderwerp een beetje interessant vonden. Thanks aan iedereen die onderwerpen heeft achtergelaten via mijn Instagram stories. Volg me daar ook vooral. Ik vraag daar vaker dit soort dingetjes of ideeën voor video's. Of meer input voor video's. Dus mocht je die willen geven, dan kan dat daar. Ik wil je heel erg bedanken voor het kijken. En ik zie je snel weer. Doei doei!